Welkom bij deze online lesmodule van de Agodi Academie. Deze video is een toelichting bij de wijzigingen in de regelgeving voor loven vanaf schooljaar 2023-2024. Je vindt een opsomming van de behandelde thema's in de beschrijving bij deze video. Je kan eenvoudig via de tijdsbalk in YouTube het gewenste hoofdstuk selecteren. Aan een aantal verlofstelsels gebeurden kleine wijzigingen. Ik overloop met jullie die wijzigingen en ik start met de afwezigheid verminderde prestaties of AVP. De afwezigheid verminderde prestaties of AVP kennen we als een gunstverlof. Sinds 1 september 2017 kan het personeelslid gedurende 60 maanden gebruik maken van dat verlofstelsel wanneer het schoolbestuur daarmee akkoord gaat. Vanaf dit schooljaar verandert dat en wordt er uitvoering gegeven aan een Europese richtlijn. Vanaf 1 september hebben alle personeelsleden gedurende maximaal 5 dagen per kalenderjaar het recht om de AVP op te nemen voor het verlenen van zorg aan een gezinslid of een familielid omwille van ernstige medische redenen. De afwezigheid verminderde prestaties voor het verlenen van zorg moet steeds genomen worden in volledige dagen voor het volledige volume van de opdracht. Het gaat om een persoonsgebonden dienstonderbreking. Het personeelslid onderbreekt dus al zijn opdrachten in één of meerdere scholen. Het totale volume van 60 maanden dat een personeelslid gebruik kan maken van een AVP als gunstverlof kan overschreden worden met de dagen dat een personeelslid gebruik maakt van een AVP voor het verlenen van zorg. Hoe melden jullie de afwezigheid verminderde prestaties voor het verlenen van zorg? Omdat het gaat om een persoonsgebonden dienstonderbreking, wordt deze gemeld met een RL2. En we gebruiken daarvoor de nieuwe code DO249. Jullie geven begindatum en einddatum van deze onderbreking mee. Belangrijk om mee te nemen is dat het fotoprincipe hier niet van toepassing is. Wanneer je dus een fout maakte bij het melden van de afwezigheid verminderde prestaties voor het verlenen van zorg, dan annuleer je eerst deze melding alvorens je een nieuwe RL2 opstuurt. Wanneer er een verlenging is van de periode waarin het personeelslid gebruik wenst te maken van dus deze AVP, dan doe je een nieuwe melding met dus de nieuwe periode waarin het personeelslid dit verlofstelsel wenst op te nemen. Ook aan het politiek verlof gebeurde een kleine wijziging. Het politiek verlof is een verlofstelsel dat personeelsleden deeltijds of voltijds kunnen opnemen voor het uitoefenen van een politiek mandaat. Vanaf dit schooljaar zullen deze personeelsleden met goedkeuring van het schoolbestuur het verlofstelsel kunnen opschorten. En de opschorting kadert weer in het lerarentekort, want de opschorting zal enkel kunnen wanneer deze personeelsleden een tijdelijke opdracht opnemen in een school. De opschorting van het politiek verlof kan voltijds of deeltijds uiterlijk tot en met 29 juni van het schooljaar. Op of na 30 juni is opschorting niet meer mogelijk. Het personeelslid zal dus een opdracht uitoefenen in een school, maar het kan geen opdracht uitoefenen in een school waar het in functie van zijn politiek mandaat zou kunnen optreden als bestuurder. Hoe melden jullie de opschorting van het politiek verlof? Aan de melding van het verlofstelsel verandert er niks. De melding van het verlofstelsel gebeurde met een RL1 of een RL2. De school waar het personeelslid dus dat politiek verlof opnam, moet niets doen. Het is enkel de school waar het personeelslid de nieuwe opdracht zal opnemen, die een melding doet van deze opdracht met een RL1. Belangrijk hierbij is dat er aangeduid wordt dat het gaat om een herindienstreder. Als laatste geef ik jullie nog mee dat de uitbreiding van het verlof wegens overmacht omwille van de coronacrisis niet meer mogelijk zal zijn vanaf 1 september. Jullie melden dus geen opdrachten meer waarop een dienstonderbreking code DO236 genomen wordt. Waar vinden jullie meer informatie over deze wijzigingen? Dat is uiteraard in de omzendbrieven van deze verlofstelsels. En de wijzigingen aan deze verlofstelsels werden vastgelegd in het wijzigingsbesluit. Agodi Academie.
verbindt en versterkt.